Zo zijn we aan het einde gekomen van act 3 en gaan wij verder met ons verhaal richting act 4. Let's go! Here and there along the echo. Krijgen altijd eerst een interlude. We moeten bellen, denk ik. 2, 7, 0, 3, 0, 1, 5, 7, 9, 7. Wacht. Hoorn eraf. Ja, hij gaat over. Muziek. Wachtmuziek. Hello. You have dialed into Here and There Along the Echo, a guide to the Echo River for drifters and pilgrims. This guide is a public service provided by the Bureau of Secret Tourism. The Bureau of Secret Tourism. Fancy, hoor. En nou is het stil. For a menu of our resources, press 1. If you have an extension to dial, press 9. For more information about our organization, press 3. If you don't remember dialing this number at all, press 5. To hear these options again, the Bureau of Secret Tourism Informatie. Is supported by a generous population of river creatures whom I fix up and grill as necessary. I am environmentally minded, and I believe all creatures are equally deserving of support in their transition to the next world. So I usually try to sing a little elegy, like, small water creature, crab or frog. Die tussenscènes zijn ook echt rare scènes. Is all around us, like a muggy, tranquil fog. Something like that. It's easier to come up with these songs when I'm hungry in a sort of transcendental fasting state. But I've actually just had breakfast. A debt of gratitude is also owed to the Bureau of Reclaimed Spaces, who unselfishly and unknowingly donates this here telephone line for the purpose of this here informational resource. You can always find the latest secret tourism literature in any of our unmarked kiosks or any other old place it happens to lay. That's all I have to say about that. Hey, do me a favor. When you get a chance, call us back at extension 1928. You can press 0 now to go back to the main menu. Welcome home. For historical sites along the Echo River, press 1. Waar gaat het over? For a guide to the river's flora and fauna, press 2. For help identifying an unfamiliar sound, press 3. Ja, dat wil ik. If you're holding a snake right now, press 4. For a catalog of subterranean birdsong, press 1. For help identifying something that's happening in the dark, press 2. If you are hearing organ music, press 3. To return the wet, rocky contours of the Echo River make for sometimes baffling reverberations that turn mundane sounds into weird, rattling symphonies. Like that. It can be a challenge to pick through the clamor and recognize even something as simple as water dropping in a metal bucket, especially in the dark. Here are some examples. When you hear a sound you want to know more about, just press 1.
time, you can press 5 to stop. And that was a canoe tipping over from several miles away. Wat gebeurt hier? For a catalog of subterranean birdsong, press 1. For help identifying something that's happening in the dark, press 2. If you are hearing organ music, press 3. To return to the main menu, press 5. To hear these options again, press 0. Nou, let's go. Wat een rare scène toch weer, hè? Wat een rare scène. We gaan naar act 4. Let's go. We zijn met de boot meegegaan. De animatronic mammoth. Heeft een probleem. Troubleshooting, lijkt me goed. Zero. Daar zijn we inderdaad geweest. De animatronic mammoth. Nou, daar gaan we. Scène 1 van act 4. De Mucky Mammoth. Ja, het gaat niet goed met die mammoet. En het is aan ons om hem te fixen, denk ik. Dit was ook een cave en weer een hond die niet onze standaard hond is. Dogwood Drive, daar moesten we naartoe, ja. Kapotte videospeler. VHS. Waarvan gevraagd wordt of wij dit even willen fixen. Waarom niet? Denk ik niet. Jouw verhaal, Will.
Hij is een beetje een schiere man. Wat hij tegenwoordig nog doet, is alleen maar varen. Alleen maar varen, varen, varen. Hij is een soort vliegende Hollander. Geef batterijen aan Ezra. Nu spelen we als Ezra. Go get some tape. Er zijn muzikanten aan boord. Gaat het duren? River time. I use found sounds. Even kijken op de tape recorder. Dat is een man met een skelettenarm daar links. En een skelettenbeen. Dat zijn wij. Dat is Conway. Die langzaam maar zeker in een skelet lijkt te veranderen. Nu ook als een arm. Waar het eerst alleen een been was. Alles helpt, ja. Ezra die redt zichzelf wel. We hebben schulden bij die distillery gemaakt op de een of andere manier. Hadden we ontdekt. Zijn we nu op de Zero aan het varen? Waar we eerst op de Zero aan het rijden waren? Uilenmigratie. Een goed woord, uilenmigratie. We docked so the mammoth could refuel. Lijkt me goed. Gas station aan het water. Nou, Ezra, blijf jij lekker op de boot. Een beetje onderzoek doen. Dan zijn we in scene 2 aangekomen. Nog steeds The Mucky Mammoth. Vorige chapter was 12 scenes. Hè? Dat was een grote chapter. Hoe zal het hier gaan?
De gas station, jawel. We moeten tanken. Area is called the wheelhouse. Zij legt uit hoe een boot werkt. Duck Island. Lijkt me niet dat eilanden in één keer ergens anders liggen in het water. Dan gaan we weer eens even kijken. Tape recording is alleen luisteren, het is niet inspreken. Kunnen we nog met Conway praten? Met die hond? Ja. Die nu ook een skelettenarm heeft gekregen. No shame in asking for directions, dat is waar. Als je de weg kwijt bent, gewoon vragen. Gewoon vragen. Vreemd instrument wordt er gespeeld. Dan gaan wij even kijken in de map room. Will. We leren toch wel weer wat zo, hè? We nemen de oude kaart mee. Ja. Our next stop is a bar called The Rum Colony. The Rum Colony. Nou, we hebben getankt. We kunnen lekker weer verder. Is het hier? Blijkbaar niet. Blijkbaar wel. Ja, we gaan lekker aan land.
Dat zal scène 3 worden. Ja. Wij gaan aan land naar The Rum Colony. Ah, ik kan mijn lampje weer aanzetten. Our friend Cyrano is booked here tonight. Ah, we gaan weer luisteren. Meet someone about some bike parts. Hier ligt iemand voor pampers. Waar we niks mee kunnen. Er staat nog iemand in het water. Bureau folks. Ah, de clerks. Die hebben wij ontmoet. Ze hebben feest. The Rum Colony. Nou, Patch, goede naam. Nee, we gaan niet aan de zuip, dat is niet goed. Die artiest die heeft een schootbord, schootgitaar. Lap steel guitar. June Buck loopt ook met ons mee. Loopt ook met ons mee. Geld voor je. Jullie geld? Ja. 7,50. Huts. Jij geld? Nee. Misschien die lui aan de waterkant nog. $15. $0. Nou, heel graag. Dankjewel. $0, bedankt. Dan hebben we hier nog die lichtman. Ook $0. Zo. Zo. Will never has any money. Jij wel, kindje? Nee. Ook nul. Het is Conway. En dan gaan we het daar maar bij laten, denk ik. Conway, lekker met je tropische drankje. Hij vertelt over zijn eerste rit, hoe hij een ongeluk heeft gekregen. Hij drinkt te veel.
Just follow the work. Dan ga jij lekker in het water kijken. Will, heb jij nog wat te melden? It's nice to slow down. Klopt, soms moet je even rust nemen. Soms moet je even rust nemen. You'll get to wherever you're going. Ja, dat geloof ik wel. En dan moeten we zomaar weer terug, denk ik. Degene die onze motorblok ging verkopen, die is er niet. Is verdwenen. How about you round up the old man? Moet ik weer terug. Kom Will, we gaan. Conway. We gaan. Dat is je praatje. Gaan we naar de volgende locatie. En vermoedelijk de volgende scene. Het bootje gaat rustig verder. Cortina Pitiocampa. Het zijn allemaal verschillende clubs. Energie. Ja. Verschillende zussen. Belastingen. Heb je allemaal mee te maken als je huis verkoopt? Naar verluid. Ik heb nog nooit huis verkocht. Wat is hier? Een plank? Trap naar beneden. Een trap naar beneden lijkt het. Wel in de volgende scene. Weer de Mucky Mammoth. Alle scenes heten de Mucky Mammoth. Spelen we nu als hond? Homer en Valkyrie. Oh. Illness in the family. En wij komen weer aan bij, wat is het? Een soort van schuur. Nou, laten we even naar binnen gaan. Laten we hier even naar binnen gaan in deze schuur voor scène 5. De Radvansky Center. To make a quick buck. Wat gaan we doen? Optreden.
niet goed met de kat. Oude beveiligingstapes gaan we kijken, blijkbaar. Ah, wij zijn het. Shen. Fancy bookshelf. Kan hier gaan zitten in een stoel. Kan weer opstaan. Nee, daar hebben we ook niks aan. Naar rechts kan ik niet. Wel naar dit bureautje, denk ik. Ja. Er ligt een papier. Kunnen we dat lezen? Ja, voor het geld deed het, hè. We worden onderzocht. Marquez. Bekende naam voor de onderzoeker. She's traveling with one of the distillery guys. En dat kunnen ze zien aan onze arm en been, denk ik. One of the distillery guys. Weaver Marquez, ah. Die kennen wij wel, uit het begin van de game. Dat is namelijk die zus, waarvan we dachten dat het een geest was op een gegeven moment. Poster. Lighting, niet gezien. Oh, vier lampen. Alles fout, lekker hoor. Om te testen of ik een beetje oplet. Je moet weer terug de ruimte in. Is dat het? Blijkbaar.
Pretty normal zijn we. Pretty normal, lijkt me goed. Is nu een dikke kat. Hallo kat. Er gebeuren weer vreemde dingen hier, kan ik je vertellen. Ah, daar ligt Will, ligt daar te pitten. Will heeft bij de universiteit gewerkt, wordt hier gezegd. We blijven tapes aanpassen. Die kat daar weer voor de deur. Dan komt Ezra aanlopen. En die loopt weer weg. Kat volgt. De laatste tip. Kijk, allemaal skeletten. De distillery guys, ze verdwijnen. Die distillery guys verdwijnen op het moment dat Ezra aankomt lopen. Dat is gek. Dat is gek. Ze worden ook als zodanig herkend door de beveiligers. Skeletfiguren, distillery guys. Een open air gallery. An open air gallery. Oh,
Wat is dit, een bos? Forage for mushrooms. Lijkt me goed. Scène 6. Kijken of we wat eten kunnen vinden. A grove. We hadden al eerder a tree. Nu hebben we a grove. Ziet er wel mushroomig uit. Angel wings. Ah, dit is een penisplan. Death cap. Nou, dan gaan we dat dus niet eten. We're full of deer. Stemmen. Stemmen, horen we. There are no mushrooms in the bag. Kijk, hij is daar goed bezig. Voor clues. Lijkt me goed. Die hebben we al gezocht. Cats mewing in the distance. Gevonden. Colorful moss.
komt er een schip voorbij. Er zijn allemaal katten aan boord. Het is een heel schip met katten. Schip met kat. Tijd te gaan. We hebben mushrooms gevonden. En een schip met katten. Hier vinden we weer een klein eilandje. Hier is een moerasachtig gebied. Ja, we gaan even koken. Lijkt me goed. Scène 7. Weer aan boord van het schip gaan we koken. Kijk, Will is lekker aan het koken in zijn groene zwembroek. De recepten aanhouden. Opnames maken van kokende soep. Nou, zullen we het recept eens even bekijken op de televisie. Shannon, hallo. Hallo Pep. Shannon gaat helpen in de keuken. Maken wij even een opname van. Pakketje bezorgen. Aan wal. Scène 8. En zo gaan we lekker door de scènes heen. Ik zei al, de vorige chapter was ook 12. Echo River Central Exchange. Oké. Vorige was ook 12 dingen. This package is going to Poppy, the operator.
nemen de hond ook mee, blijkbaar. Er zitten allemaal bakjes afval. Helmen. The marker for their grave. Elkhorn, ja. De mijn waar wij begonnen zijn. We gaan weer lekker verder varen met ons bootje. Met als doel dus om een pakket te bezorgen hier. Want ergens in deze rare grot is een pakketpunt. Hé, hey, hier zitten weer van die distillery mensen. Ze zwaaien naar ons en wij zwaaien vrolijk terug. Ja, Shannon kan dus die gasten niet zien en wij wel. En we zijn nog steeds op weg naar Dogwood Drive. Ja. Nog steeds onderweg naar Dogwood Drive. Dat was onze originele missie. Zit de Bad Sanctuary. Ja, er zijn huisjes. Zijn het vleermuishuisjes? Weten we niet. Ja, dat zijn bedfeeders. Die hebben we eerder gezien, ook in de mijnen. Ja. Worden hier feitjes over vleermuizen worden hier gedeeld met ons? Weer een bordje. A little gray nothing moth. Het zijn twee bijzonder gekleurde bomen. Dat is ook een paraplu. Die hier random ligt. Waarom ligt daar een paraplu?
berichtje. Het gaat nog steeds om die ziekte. White Nose Syndrome. Waar dus vleermuizen ziek van worden. Blijkbaar. Waar vleermuizen ziek van worden. Nou komen we ergens. Ja, het is een brug. Het is een persoon. Het is niet een skeletpersoon, het is een echte persoon. We moeten voorzichtig zijn, lijkt me goed. Flora. Die kennen we nog. Deze man. Is dat de exchange man? Mosse, hij heet Mosse. In deze rare grot. Hier is nog een bordje. Dat zijn gouden vogels. Abel en Eloise. Ja, het zijn postduiven. Het zijn postduiven. Conway die volgt ons gewoon met het bootje, hoor ik. Gewoon tranquilo. Ze kent Kate. Telefoon gaat. Even kijken. Ja, de persoon had ze het over. Niet alles kan geautomatiseerd worden.
I'll catch you right there by the lamp. Think of me when you dial zero. Dan hebben we die zero weer. Kijk, en daar zijn weer van die gasten van de distillery. Creepy gasten van de distillery. Of is het Conway? Met metgezellen van de distillery. We weten het niet. We weten het niet. Wij weten het niet. We gaan weer verder varen. We hebben een keer een speedboot gekregen in plaats van onze normale boot. Pariah, dus hebben we net tegengekomen, ja. Dat is een fiets. Lekker hoor. Een fietskatamaran. Het enige wat wij willen is een moment of silence. Lijkt me goed. Oh, waterval. Oh nee, het is gewoon een bocht. Je dacht dat het een waterval was. Dat scheelt weer. Nou, wij blijven lekker varen. Lekker varen. Dat is weer een huisje waar we niks mee kunnen. Daar wat wrakstukken. Dit ziet eruit als een soort Japanse pagode met een fontein in de midden. Dit? Of een bel is het meer. Een bel. Er is ook scène 9. Sam en Ida. Sam en Ida. De plek die wij zochten. Het is die bel die we al zagen. Het lijkt alsof er een persoon in die bel zit die twee van die benen eruit komen. Head on upstairs. Oké. Hier zitten ze met z'n allen. Beetje te chillen. Sam en Ida.
Ezra's Around the Corner. Even kijken. Halepep Ezra. Conway is meegenomen door die gasten, ja. Dan was er toch Conway in dat bootje. Goeie muziek. Onze broeder. Maar Conway is nu dus verdwenen uit ons gezelschap. Fried calamaris. Komt Chef aan, dat zal Aida zijn. Ja. Sweet cave sneeuw. Bah. Nou, ga jij lekker blinde garnalen maken. De divers table. Seasoned divers komen hier wel eens op bezoek. 15 jaar geleden. De chef gaat weer aan het werk. Sam heeft een paling gevangen, lijkt het. Ja, some kind of eel.
Buttery Eel. Ja. Hij heeft het ook weer over die, die duikers. De duikers. Nou, Sam komt boven met de Buttery Eel. Wij kijken allemaal toe hoe hij aankomt lopen. Nee, we gaan niet drinken in de ochtend. Kom nou. Eten is klaar. Muziekje erbij. Shannon gaat weer naar beneden. This world is not my home. En daar is de band. I'm just passing through my treasures and my hopes are placed beyond the blue. Many friends and kin. Bent op een eigen bootje. Wij gaan weer verder varen. Swirling mess of garbage. Gaat op u. A small houseboat neighborhood gaan we uitkomen. A small houseboat neighborhood. Ja, we gaan de show kijken. Dat lijkt me goed. Kom maar op met een show. Scène 10. A neighborhood. Ja, dat weten we nog niks. A neighborhood. Oh, hij staat met zijn schootgitaar. Staat hij daarboven?
gebeurt hier? Natural born tape player. Staat hier een romantisch tafereel? Vreemd, vreemd instrument. Nou, een bijzonder optreden. Met weer wat reminiscing over vroeger. Dan varen we maar weer door met onze boot. Dan zien we dat die Route Zero, die we met busje al een paar keer genomen hebben, dat we nu ook met de boot een soort van Route Zero nemen. Hè? Elke keer dat rondje. En Conway die is dus verdwenen. Die is verdwenen met die andere lui van de distillery. Hier is een trap omhoog. Brengt ons naar scène 12. Net zoveel als in de vorige. Silo of Late Reflections. Oké. Dogwood Drive. Lizette's Antique. 5 Dogwood Drive, ja. Antiques. Ja, we moeten dingen bezorgen, we weten niet eens wat. Dingen bezorgen. Dogwood Drive. Maar we weten niet eens wat we gaan bezorgen.
vreemde spiraaltrap omhoog. Morning Bird Songs. Einde van act 4. Wij zijn aangekomen bij Dogwood Drive. En dat is het einde van act 4. En dan is het aan ons om in de volgende video act 5 te spelen. Wat de laatste act is van deze game. Ik ben benieuwd. Het hele avontuur heeft ons geleid naar Dogwood Drive. Conway is verdwenen. Wat gaat er gebeuren? We gaan het zien in de volgende video. Ik ben zeer benieuwd. Dus graag tot dan.